Want we gaan het met elkaar hebben over wat nu eigenlijk brand is en wat je moet doen om brand te voorkomen. En als je brand hebt, wat je dan moet doen. Kan dit verbranden of is dat vuur? Vuur. Dat is vuur, hè? De schuur? Brand. Gasfornuis? Vuur. Ja, dat doen we wel, hè. Schoorsteen? Vuur. Dat is niet zeker, hè? Maar soms. Ja. Je hebt een kachel en er zit vuur in. En met die schoorsteen wat erop te zetten. En als je vuur in je schoorsteenpijp hebt, dan heb je brand. Drie dingen bij elkaar, dan gaat ja, dan heb je iets in effect staan. Dat betekent dus eigenlijk ook wat de brandweer doet, eigenlijk in eenvoudig. Want als je wil zorgen dat als er iets brandt, dat die brand dus weggaat, dan hoef je eigenlijk maar één van die drie dingen weer weg te halen. Sure. Op vuurvaste vingers, hè? Vuurvaste vingers. Ja, maar afdichten. Ja, hij kan weer een kaarsje. Oh, als je die opzet, gaat die uit. Waarom is dat dan? Omdat je daar geen zuurstof krijgt. Simpel, hè? Kijk, je hebt een kaarsje brandt, je hebt het dingen bij elkaar, je brandstof, dus de zuurstof in de lucht. De temperatuur is in het kaarsje. Als je een potje eroverheen zet, dan gaat hij die zuurstof gebruiken die in het potje zit. En dan, als dat op is, dan gaat hij uit. Bij het koken met olie of vet kan bij oververhitting vlam in de pan ontstaan. Gebruik nooit water voor het blussen van een vlam in de pan. Dit is erg gevaarlijk. Door water te gooien op brandend vet of olie ontstaat een grote steekvlam die kan zorgen voor een keukenbrand. Let jij op als je kookt? Blijf bij de pan. Als er dan toch een vlam in de pan ontstaat, handel dan als volgt. Blijf kalm en houd altijd afstand. Dek de pan af met een blusdeken om het vuur te doven. Dit kan ook met een deksel van de pan. Houd de deksel schuin van je af om brandwonden te voorkomen. Zet altijd meteen de afzuigkap en het kooktoestel uit. Haal de deksel nooit direct weer van de pan. Als u dit te snel doet, is het vet nog heet en zal het gelijk weer ontbranden. Nooit doen dus. Tijdens je slaap ruik je niets. Je wordt dus niet wakker van de rooklucht. Rook bevat veel giftige gassen. Daardoor raak je al snel in een diepe bewusteloosheid. Vaak al binnen enkele minuten. Wat vond je nog meer heel interessant aan het verhaal van die brandweerman? Ja, vooral van... Ja, dat je gewoon kalm moet blijven. En... Ja, dat je maar 3 minuten hebt om buiten te komen.